Ons land is met China overeengekomen om nauwer samen te werken op de Zuidpool. De Chinezen zetten meer en meer in op wetenschap en België heeft ervaring met de bouw van poolbasissen. Prins Philip heeft vandaag een Chinese ijsbreker bezocht die naar Antarctica gaat. Een verslag van Tom van de Wegen. De sneeuwdraak, ofwel Xuelong, zo heet de Chinese ijsbreker die straks richting Zuidpool vertrekt. Prins Philip komt de Chinese bemanningsleden en wetenschappers uitwuiven die al voor de 28e keer op Zuidpool-expeditie gaan. China specialiseert zich op Antarctica in de zoektocht naar het oudste ijs ter wereld. Met drie onderzoeksbasissen op de Zuidpool biedt China extra mogelijkheden voor Belgische wetenschappers. Het is de Zuidpool-specialist Alain Hubert die voor ons land de nieuwe samenwerkingsakkoorden ondertekent. We hebben vandaag gehoord dat de Chinezen de hoogste station in Antarctica hebben, 4000 meters hoog. Hè. En wij als België hebben we de eerste zero-emissiestation. So, dat is denk ik heel belangrijk om een nieuw trein van coöperatie te beginnen. Prins Philip lijkt onder de indruk van de Chinezen. Hij toont veel interesse voor de helikopter op het schip en laat er zich graag voor fotograferen. Als snel opkomende grootmacht wil China natuurlijk niet ontbreken op de Zuidpool. Wetenschappelijke successen moeten de Chinezen vooral extra prestige bezorgen. Tom van de Wegen, VRT Nieuws, Shanghai.